5 seconds before insertion. Hallo allemaal, het is tijd voor een potje Rainbow Six. En Benelux was nogal ondervertegenwoordigd bij die operators in Rainbow Six Siege. Jana van Nederland die is al een tijdje aanwezig. Maar België en Luxemburg die ontbreken nog, of moet ik zeggen ontbraken. Want er is een Belgische operator verschenen, eindelijk. En dat is Sens. En Ivo kan ons daar iets meer over vertellen. Dag Ivo. Hallo, hallo. Ja, niet alleen een Belgische operator, dat ik eindelijk nooit meer mijn Vlaamse vrienden en medespelers hoor klagen dat ze zo ondervertegenwoordigd zijn. Maar ook de eerste non-binaire speler. Dat is nog een primeur die het vermelden waard is. Het belangrijke aan zo'n nieuwe operator is altijd de unieke vaardigheid. Want die verschillende vaardigheden van operators breken of plooien in zekere zin de blauwdruk van Rainbow Six Siege in het voordeel van jouw team. Dat is alleszins de bedoeling van Rainbow Six Siege bij zo'n tactisch spel. De unieke vaardigheid van Sens heet de ROU Projector System. Kan je eens uitleggen wat dat ding precies doet? Dat kan ik zeker, want het is een soort van wiel die je gooit en vervolgens in een rechte lijn voor zich uitrolt. Het doet me ook een beetje denken aan een soort van ijshockeypuck. Want op het moment dat hij een muur aanraakt, dan gaat hij een soort van rechte lijn kaatsen weer door, enzovoort, enzovoort. Nou, hartstikke leuk, maar wat doet dat dan? Er ontstaat dus een soort van groen-blauwe waas of een soort van muur van licht die als een soort van gordijn wordt uitgetrokken. Wat is daar nou zo interessant aan? Nou, het is een soort van projectie waar je niet doorheen kunt kijken. Dus niemand kan daar doorheen kijken. Maar let op, je kan er wel doorheen lopen, je kan er doorheen schieten, je kan grenades gooien enzovoort. Dus het is echt puur een visuele belemmering. Het is eigenlijk gewoon ideaal om bij een entry point waar de defenders goed ingegraven liggen en best wel vervelende angles op je hebben, om dan dankzij dat projector system, om dan toch naar binnen te kunnen sneaken. Ik heb het ook al een keer gebruikt om bijvoorbeeld een teamgenoot te reviven, om een soort van extra cover te creëren. En het is ook heel handig bij een bomspot inderdaad, want zeker als je gaat diffusen, dan is wat cover wel handig. Maar let wel op, dit is wel een vaardigheid die heel handig kan zijn, maar ook ontzettend irritant kan zijn als je het dus niet goed toepast. Dus het is zowel een zegen als een plaag voor het team. Dat klopt. Ik heb ook al gemerkt in mijn sessies dat die projector system een nogal veelzijdige gadget is en in veel verschillende situaties kan ingezet worden om je een weg te banen naar het objective. Maar als het niet wijselijk wordt ingezet, dan kan dat ook wel degelijk je in problemen brengen. Dus het is alleszins geen gadget voor beginners zomaar van Rainbow Six Siege. Nu even over de tegenkant of de tegenpool van die projector system bijvoorbeeld. Vaak worden nieuwe operators ontworpen met de gedachte van dat ze andere minder populaire operators meer terug naar de voorgrond kunnen doen treden. Hier bijvoorbeeld bij Sens krijgen Glaz en Warden al meteen een meer belangrijke rol ingevuld gekregen. Misschien kan je daar nog iets meer over vertellen. Warden? Wie is dat ook alweer? Dat is die operator die eigenlijk nooit iemand kiest inderdaad. Nou, ik moest even graven, want ik denk dat dat by far mijn minst gespeelde operator is. Maar wat hem nu dus heel interessant maakt, dat zijn zijn smart glasses. Nou, normaal kon je die gebruiken om door smoke heen te kijken of door flashes heen enzovoorts. Maar met zijn smart glasses kan Warden nu ook dwars door die projectie heen kijken. En ik heb al een paar keer meegemaakt nadat dus iemand het projector system aanzette en dacht van we zijn gecoverd en als een soort blind naar binnen stormde, maar dat er vervolgens een Warden verderop rustig zat te wachten en die iedereen één voor één neerschoot. Dus Warden is nu wel een stuk interessanter geworden daardoor. Ik heb zelfs een match meegemaakt waarin Warden geband werd. Normaal wanneer Warden geband werd, dan is dat gewoon de ultieme troll, maar er was dus echt een team die dacht van oké, alles prima, maar geen Warden. Maar ook daar hebben we weer een antwoord op. Want er is natuurlijk een attacker die daar ook goed mee kan omgaan. Met die projectie. En dat is Glaz. Nou, dan kan ik natuurlijk weer flauw doen van Glaz, wie is dat ook alweer? Nou, dat is inderdaad ook zo'n operator die er al heel snel bij was. Maar die eigenlijk niemand meer speelde. Maar met zijn thermal feedback kan hij dus nu ook dwars door die projectie heen kijken. Hij heeft natuurlijk een beter wapen en vooral een beter scope dan Warden. Dus daar heb je eigenlijk weer een mooi tegenantwoord op. En dit maakt het eigenlijk wel leuk, want de keuze van Sens kan dus eigenlijk wel leiden tot de tegenstander, het andere team, de defenders Warden kiezen, waardoor je dus misschien als attacker ook nog een Glaz gaat kiezen. En dat zijn operators die normaal altijd een beetje de sukkeltjes van de klas waren, die altijd als laatste met Gym werden gekozen, maar nu ineens wel een stuk interessant worden en daardoor een hele andere dynamiek aan de matches geven. Die 5 spelers die dus Glaz of Warden als een main gebruiken, hebben dus nu nog reden om een feestje te vieren, want het zou wel eens kunnen dat de Glaz en Warden familie zich wat zal uitbreiden met de komst van Sens. Als derde punt wil ik het nog even met jou hebben over de wapens, Ivo, want Sens wordt ook bijgestaan door een gloednieuwe assault rifle in Rainbow Six Siege. Wat weten we precies over dat nieuwe primary wapen? Ja, hij heeft eigenlijk de keuze zoals elke operator over minima, of in dit geval 2 wapens. En die eerste is inderdaad een POF-9, als ik het goed uitspreek. En dat is een assault rifle. Ik denk dat je hem het best kan vergelijken met de 416 Carbine van Jaeger of de R4C van Ash. Dat is een beetje, daar komt hij dichtst bij in de buurt. Een voordeel van die POF-9 is dat het een groot magazijn heeft. Ik bedoel 35 kogels, dus dat is lekker. Eerlijk gezegd, die heb je ook wel nodig, want ik vond het wapen nogal behoorlijke recoil hebben. En verder hebben we nog een 417 Marksman Rifle. Dat is geen nieuw wapen, want die heeft bijvoorbeeld Lion heeft hem ook. Een 417 is een DMR. Dat betekent dus veel damage. En vooral deze, behoorlijk wat damage doet hij. Alleen ja, voor close range is het verre van ideaal. Je hebt ook nog als secundaire wapen een SDP 9mm pistol of de Gun 6 handcannon, om snel binnen te komen. En als gadget kun je kiezen tussen Heartbeats en Claymore. Maar uiteindelijk gaat het inderdaad, valt de staat een beetje bij de primary weapons. En heel eerlijk gezegd, dit zijn niet echt instapmodelletjes te noemen. POF-9 is gewoon, vooral met die recoil, een lastig wapen. Het andere wapen, de 417, vereist ook wat oefening. Ik vind het spelen met DMR echt een blessing. Maar ik weet dat er genoeg mensen zijn die er een hekel aan hebben. Dus het maakt het niet heel makkelijk per se, nee. Belangrijke vraag om mee af te sluiten. Deze Sens, die nieuwe operator, hoe vind je zelf dat die past binnen het volledige spectrum van Rainbow Six Siege? Is dit een operator die je aan iedereen zomaar zou aanbevelen? Of is dit toch eentje die misschien meer voor de gevorderde spelers weg ligt? Ik ben bang dat het vooral de laatste categorie is, want Sens is een behoorlijk lastige operator. Met je projector system, dat is wel iets wat je echt goed moet afstemmen met je teamgenoten. Wanneer je dat dus netjes timed, afspreekt, dan kan je een impasse doorbreken. Doe je dat niet, ja, dan ben je dus echt een pain in the ass voor het team en dan ga je het helemaal verrot gescholden. Daarnaast beschik je over een assault rifle en een marksman rifle die niet bepaald de makkelijkste wapens zijn. Dus nee, dat betreft is Sens een lastige operator. Wat wel leuk is, door de toevoeging van Sens, is dat Warden en Glaz, twee impopulaire operators, weer eigenlijk een tweede leven krijgen. Dus wat dat betreft, makkelijk nee, goede toevoeging, ja, absoluut. Al wat Ubisoft nu nog moet doen is een Luxemburgse operator uitbrengen en dan is het Benelux-feestje in Rainbow Six Siege compleet. Sens is nu reeds beschikbaar voor alle premiumspelers en vanaf 28 juni voor iedereen te unlocken met renown of credits. Dragen jullie de Belgische kleuren in Rainbow Six Siege dit seizoen met aanvaller Sens? Laat het ons weten in de comments. Vergeet zeker ook niet te liken en te abonneren. Fijn dat jullie er weer bij waren. Voor meer informatie over Rainbow Six Siege en alle opkomende seizoenen kunnen jullie altijd terecht op eurogamer.nl.